Hoi, welkom en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Wij zitten as we speak nog in Israël. We zijn echt letterlijk onderweg naar het vliegveld om, ik wou zeggen de trein, maar het vliegtuig terug naar huis te pakken. Hier nog de bus naar het vliegtuig. Ja, we gaan even, oké. Whatever. Wij hebben een aantal snacks gekocht in Israël, waarvan wij denken typische Israëlische snacks. Pringles, Milka chocolade. Wij dachten, nou ja, vooral ik, Sven doet geheel onvrijwillig mee. Dat het wel leuk is om dat eventjes te proberen als in een soort van snack testing van Israël. Ik vind het heel eng, want we rijden gewoon, althans Sven rijdt. Ik ben dus heel bang dat jullie vallen. Ze laten jullie vallen. Keihard. Maar goed, het eerste wat al op is, maar wat ik wel echt een dikke aanrader vind voor hier, is de, ik denk dat het heet Fuse Tea. Dit is de diet versie, je hebt ook een normale versie van, maar het is echt super lekker. Normaal gesproken drinken wij eigenlijk alleen maar cola zero. En bier. Jij. Maar ik ben op een gegeven moment een beetje cola moe en dan is het wel lekker om naast water gewoon iets te drinken en dan is dit echt een dik aanrader. Niet dik, want je wordt er niet dik van, want het is diet. Ga je echt de hele video dit doen? Mag ik eerst die groene dingen doen? Ja, die mag jij doen. Nee, die doe jij ook. Okay. Ik begin met dit en er staat achterop Rice Crisps in Zatar en Oil of Olive Oil. Zatar is een kruid wat ze hier heel veel gebruiken. Ik vind het super... Ik vind het een erg lekker kruid, maar Sven vindt het een beetje een dingetje. Ja, je bent groen. Er niet helemaal. Het is groen. Maar goed. Oh, gadverdamme, het stinkt. Zo ziet het eruit. Gewoon een soort rijstwafels. Nou, het is een soort van Snacker Jack. Ken ik niet. Het is echt heel gekruid. Het is wel lekker. Ja, het is vrij basic. Even een lichte snack. Ik vind het wel perfect een... voor mij. Wel een dingetje. Nou, hier heb jij dit. Nog eentje. Het volgende is dit. Ik heb geen idee wat erop staat. Ik heb geen idee hoe ik het uit moet spreken. Het Shalom, lijkt... Chabella. Ja, is goed. Het lijkt een beetje op iets met chocola, maar we hebben al vaak hier iets gegeten waarvan we dachten, oh dat is dat of dat. En dat bleek dan totaal iets anders te zijn. Moet je het even vasthouden, want ze maakt een bocht. Die is natuurlijk courier. Courier? Coureur. Ik bezorg jou bij het vliegveld. Je bent pizza courier. Ja, vief. Daar verkopen ze shawarma. Nee, daar verkopen ze shawarma. Ja, maar ze zijn verkaasd. Het is niet meer kaas, hè? Nee, het ruikt wel zoetig. Oh, ik vind het wel lekker. Nou. Echt niet? Het is wel oké. Okay. Het smaakt als een soort van, hoe heet het, die pindachips en zo bij ons. Die je ook van Cheetos hebt, met kaas, waar jij een hekel aan hebt. Kaas? Dit is niet met kaas. Oh. Maar zeg maar die structuur, alleen dan zit er nu ter lijn. Volgende is dit. En dit. Nagaan, we hebben straks gewoon 30 kilo overgewicht. Niet wij, maar de koffers. Nee, ik denk eerder wij dan de koffers hoor. Ook goed. Dit zijn, ik denk dat het heet Hamantaschen. Nee, jalla jalla. Ja, with chocolate flavor filling. Klinkt wel lekker. Ze zijn hier wel gek van chocolade. Ja. Oh, dit ruikt lekker. Dat is het. Ik zie het wel. Nee. Maar jij bent nog helemaal door. Ja, tuurlijk. Het is een soort van zandkoekje met chocoladepasten erin. Het laatste wat we hebben is dit. Het ziet er super schattig uit. Ik heb weer geen idee hoe ik het uit moet spreken, hoe het heet, want ik kan de hele taal niet. Het ruikt niet goed hoor. Nee. Gadverdamme kattenvoer. Echt hè? Schattig uit. Even wat zien hoor. Ik zie het licht. Ja, er staan dus overal. Wat heb jij? Verschillende tekentjes op. Ik heb een kroontje. Ja, die hoort bij mij. Ja, dag. Jij moet het licht nog een keer zien. Nee, ik heb het licht al gezien. Is het niet gewoon kattenvoer? Even serieus. Nee, denk ik. Lijkt erop van die hondensnoepjes. Nee. Nee. Het is niet lekker. Het is echt niet lekker. Ja, nee, dit is geen aanrader. Dat zijn de snacks die wij wilden proeven. Althans, ik en jij moest meedoen. Nou,
Superleuk, hè? Ja, volgende keer gaan we McDonald's proeven. Neem ik een kip 6 en een hamburger. Nee, volgende keer dat we ergens in een ander land zijn, gaan we dit weer doen. Ja, zoals in Amerika. Ja, in Amerika. En dan kunnen we meerdere dingen doen. Ja. Ook donuts. Donuts. Like als je een donut tasting wil. Oh, like. Ja, yeah, heel goed. Ik hou niet van donuts. Nee, daarom. Daarom is het des te leuker als hij mee moet doen. Goed, in ieder geval. We gaan allerlei verschillende soorten donuts proberen. Je maakt dit echt zo lang en ik moet zoveel editen doen, ja. Oké, in ieder geval. Dit was de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Wij hebben het warm, dus we gaan het raampje weer openzetten. En richting vliegveld. Nou, dat horen ze. Je nou een raampje open, dat zei je toch? Dan moet toch het raam open gaan? Nee, zegt. Dadelijk een raampje open. Goed, kijk, doe je duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren, want er komen nog veel meer leuke video's. Oh ja, en vergeet niet de vorige video te kijken. Die staat hier. Zat hij daar, ja? Ja, of daar. Nee. En je kan abonneren daar. Dag! Doei!